Hey lieve allemaal, welkom bij deze aflevering. Zowel een aflevering van het Winter Wonderkanaal, waar het januari inspiratiemaand is. En ik tot en met 28 januari deel over alles wat te maken heeft met inspiratie om voor je dromen te gaan dit jaar. Om jouw ware dromen realiteit te maken, laten we hem zo zeggen. Want we zijn niet alleen om ervoor te gaan, maar we zijn er om ze gewoon te laten manifesteren. Dus dat zou kunnen. En het is ook een aflevering van Transitie TV. Maar even anders dan anders, want ik ben lekker niet op video te zien. Want ik heb een keuze gemaakt. En ja, die keuze, ik wil eigenlijk dan meteen drie ingangetjes tegelijkertijd proberen te zeggen. En dat gaat natuurlijk niet. Het heeft alles te maken met de Nieuwjaarslicht Challenge, waar ik deze week 3 dagen lang de bedding hou om vanuit inspiratie, magie en vertrouwen je dromen te realiseren dit jaar. En wanneer ik zo'n challenge geef, dan doet dat vaak ook iets met mij. In de zin van, hetgene wat ik geef is vaak wat ik zelf ook ontvang, omdat ik gewoon in de energie van die challenge ben. En dat doet dingen en het vraagt iets van mij om zo'n challenge te kunnen hosten. Dat betekent dat ik zelf die frequentie moet belichamen om dat te kunnen doen. En dat zorgde ervoor dat ik vandaag opeens een stukje helderheid kreeg in een van mijn dromen. Het thema van de live-uitzending vandaag was op zielsniveau verbinden met je dromen, je ware verlangens. En ja, en door de dag heen is mij opeens iets duidelijk geworden. Heb ik een droom gevonden? Ik heb een paar dromen voor komend jaar die ik al wel wist, die al een beetje rondsluimerden. Eentje is dit huis kopen. Ik ben het aan het kopen. En dan dat helemaal mijn droomhuis maken op de plekken waar ik dingen niet kon aanpassen omdat ik het huurde. En nu voel ik die ruimte om dat wel te doen. Ik wil het helemaal mijn paleis maken hier. En de andere droom, wat is de andere droom? Ik voel de retrettedroom. Een retrettehuis voel ik weer wat meer aankloppen. Dat is altijd een beetje zo'n lange termijn droom voor me geweest, waarvan ik dacht, oh, dat komt wel een keer als ik 30 ben. toen was ik opeens 30 en was er geen retrettehuis. Dat was wel een beetje een bammer. Maar ik voel wel dat juist ook daar nu heel veel in beweging aan het komen is. Ja. Dus daarvan dacht ik, nou, die komt me dan vast opzoeken tijdens de challenge. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik ben ook zelf van plan om als deelnemer straks van het weekend waarschijnlijk de challenge nog te gaan volgen. Als ik niet zo druk ben met hem uitzenden. Nou ja, anyway, zo waren er wat dromen en nog wat meer dromen. En vandaag kwam er een nieuwe bij me op bezoek. En dat is dat ik me realiseerde, ik ga een sabbatical doen. Per direct. Ja, dus vandaar ook dat ik deze aflevering voor Transitie TV. Dat ik voelde, ja, weet je wat, het voelt nu gewoon het makkelijkst. Als ik nu vakantie zou hebben, dan zou ik zeggen, ik vind het echt super leuk om iets te delen over Transitie TV, over mijn innerlijke groeiproces deze week. Maar ik heb ook echt zin om dat gewoon lekker, wat meer in mijn comfortzone te doen van. Het maakt even niet uit of de belichting goed is, hoe ik erbij zit. Gewoon lekker over de audio. Ja, ik kan verschillende dingen vertellen over mijn sabbatical droom. Het eerste is, ik wil je wel wat meer vertellen over hoe deze droom naar me toe kwam. En dit is ook waar we het in de challenge vandaag over hadden. Ware dromen versus dromen die je echt zelf verzint. En mijn ervaring is dat de dromen die komen, omdat ze gewoon echt bedoeld zijn nu in je leven te komen. Dat is een beetje als een huisdier of een idee of een energie, een entiteit die komt aanwaaien. En zelf heb ik met mijn dromen, in hoe dit voor mij werkte, dat ik vaak een beetje nudges begin te krijgen. Een beetje zo dat er iets op begint te ploppen van een bepaald verlangen. En ik heb al in de week dat ik de challenge voorbereidde, heb ik af en toe wat momenten gehad. Dat,
dat ik opeens dat ik eigenlijk deze begon bij mij vooral bij een verlangen en misschien in die zin zelfs een beetje schuring. Dat iets in me voelde, oh, ik wil gewoon eigenlijk wat vrijer zijn. Ik heb best wel intense jaren achter de rug. Zeker de afgelopen 2,5 jaar was echt best wel pittig met flink wat persoonlijke crisissen, zoals het uitgaan van mijn relatie, het overlijden van twee konijnen. In de wereld speelde er natuurlijk ook een heleboel wat me beïnvloedde. Het is ook de tijd dat ik in een cult heb gezeten, bleek. Dus dat was ook niet zomaar even iets. Ja, er speelde gewoon veel. En in mijn bedrijf ervaarde ik heel veel succes in deze tijd. Het was het hoofdstuk waarin ik net bij echt een heel groot business succes aangekomen was. Nadat mijn bedrijf jaren op rij echt als een exponentieel wezen uit de grond was geschoten in haar succes. Heb ik deze 2,5 jaar doorgebracht op een niveau waarvan ik vroeger echt zou denken: wauw, dan ben je echt zo mega succesvol. En dat voel ik ook. En daar pluk ik de vruchten van. En dat vind ik echt super gaaf. En het is ook best wel, ja, ik weet niet of pittig het juiste woord is, maar het heeft veel van me gevraagd om mijn bedrijf op dit level nu te runnen zoals het op dit moment tot nu toe ging. Ook daar waren gewoon best wel veel uitdagingen. Dus ik merkte gewoon dat er vaak in mij, en ik denk dat het nog een beetje zo'n extra klap erbovenop was, dat ik dan deze maand mijn huis kon kopen. Want dat is echt heel goed nieuws. Dat is ook als een droom die aan het manifesteren is. En super wonderlijk. En tegelijkertijd uitdagend. Ja, want ik kwam er mezelf in tegen. Ik vond het super spannend. Het raakt aan allerlei thema's over fundamentele veiligheid. Alsof juist doordat ik zo'n stap zet in meer veiligheid, in meer, oh, elke rekening die ik elke maand richting mijn huis betaal, daarvan koop ik een huis. In plaats van, oh, die druk ook die ik heb gevoeld in de afgelopen jaren om die dure particuliere huur in Utrecht hier bij te kunnen houden. Ja, wat wou ik daar nou over zeggen? Nou ja, de samenvatting: best wel veel druk gevoeld. Samen met allemaal mooie vruchten die ik heb kunnen plukken deze jaren. Ondanks de ook heftige tragedies die hebben plaatsgevonden. En ik blijf nu dus vaak dat. Oh ja, daar had ik het over. Die laatste klap erbovenop was nog een beetje dat huiszoekproces. Waar ik ook echt nog wat patronen van mezelf en in mijn relaties ben tegengekomen. Dus dat was heel mooi, maar ook heel vermoeiend voor mij. Dus de kerstvakantie was eigenlijk niet zoveel uitrust als ik gehoopt had of nodig had. En dan blijft er iets een beetje aangeven in mijn systeem. Dit voelt echt als een heel lange inleiding voor deze droom. Blijft er iets in mijn systeem zich een beetje, ja, blijft aangeven: ik wil eigenlijk gewoon rust. Ik wil eigenlijk gewoon rust. En als ik zelf niet verbonden ben met mijn licht. In de challenge hebben we het ook. De hele challenge gaat over vanuit je licht met je dromen bezig zijn. Als ik die verbinding niet heb, dan voelt dat een beetje als een probleem. Dan denk ik alleen maar: oh, maar er moet nog van alles. En ik kan helemaal niet pauze nemen of uitrusten, want die druk is er. Kortom, het land van onmogelijkheden. Dit is waar we het straks op de tweede dag over gaan hebben. Hoe je om kan gaan met alle uitdagingen op het gebied van dromen. En hoe je kan verbinden met je licht, zodat je dromen op de meest vreugdevolle manier realiteit kunnen worden. Gesteund door de magie en de supergrote kracht van het universum. Dus ja, zo diende zich dat een beetje aan. En dan waren er af en toe momenten dat ik dacht: wat als ik nou een sabbatical zou nemen komend half jaar? Wat als ik dit komende half jaar eigenlijk gewoon even helemaal niks zou doen? Want volgens mij is dat waar ik behoefte aan heb. En dat voelt voor mij dan ook een beetje als zo'n droom die je uitkiest of zo. Dat iets, dat idee, dat komt in me op. Dat heb ik niet bedacht of zo. Dat was niet mijn hoofd die goed nagedacht had en dacht: hé, laat ik dit eens proberen. Wat als ik vrij neem? Nee, dat
plopte zo van binnenuit omhoog. En ik merkte dat elke keer als ik dat deed, ging mijn werk heel veel moeitelozer. Dan kwam ik echt in zo'n stukje alignment, waarvanuit het opeens zo helder was, oh, dit is hoe ik bijvoorbeeld het lichtleiderstraject in wil steken. Ik zat nog een beetje te schuiven met hoeveel vragen beantwoord ik, hoeveel coaching doe ik, hoeveel live dagen doe ik, hoe grote groep, et cetera. Dat viel opeens allemaal op zijn plek als ik me voornam om niks te gaan doen komend jaar. Dan dacht ik opeens, ah, dit is hoe ik het wil. Dit is hoe het licht en leuk en speels voelt. En hoe ik het zelfs in een semi-vakantietijd zou willen doen. Toch was dat niet genoeg om wat is die uitdrukking daarvoor? Om het, dat het lichtje gaat branden, zeg maar. Om het lichtje te laten branden in mijn hoofd. Ik dacht gewoon, ja, wauw, wat fijn dat dat me hielp om nu eruit te komen. En dan ga ik nu verder met werken en geen sabbatical nemen. En vanmiddag voelde ik, en dat is het soms ook als je zo op je licht leunt en je vanuit je licht laat leiden. Dan hoef je zelf soms met je hoofd niet eens te weten waar je mee bezig bent. Dan hoef je er niks van te begrijpen. Mijn ego liep echt een beetje achter in dit proces. Maar dan kun je wel doen wat er nodig is. Dus iets in mijn systeem vanmiddag nadat ik de live sessie had afgesloten. Dat zei, ik moet het bos in. Ik wil lekker gaan wandelen. Mijn hoofd zei, dat kan niet. Dus er is allemaal werk te doen. Je wilt nog wat beter voorbereiden wat je morgen gaat doen en je hebt live beloofd. Ik had weer veel te snel geroepen. Ik neem de meditatie wel opnieuw op, omdat er wat timmergeluid doorheen zat. En dus dat moest ook nog gebeuren. Nou ja, allemaal dingetjes. Toen ben ik toch op de een of andere manier gaan wandelen in het bos. En tijdens die wandeling genoot ik zo van, oh, er lag nog hagel in het bos, omdat het daar dan koud genoeg is dat het blijft liggen. Het zonlicht scheen zo mooi door de bomen heen. En ik vind dat sowieso echt, dat bos, daar voel je gewoon de magie in de planten, in het water. Ik ken echt bijna geen bos waar ik zelf zo de magie voel. Alsof ik echt een beetje in een andere wereld stap. En ik dacht, oh, ik wil gewoon dat dit mijn werk mag zijn. Dat ik gewoon overdag, wanneer ik dat voel, in het bos mag lopen. En ik heb absoluut dagen waarop dat mijn werk is. Ik weet nog dat ik een heel ironische gedachte had toen ik daar liep. Maar dat is toch ook wat er vandaag gebeurt? Waarom doe ik alsof dat een soort verlangen is voor de toekomst? Oh, had ik maar een rustig genoeg bedrijf dat ik in het bos kon lopen overdag. Dag Loes, terwijl ze in het bos liep. Ja, onze ego's zijn zo grappig. Maar dat vond ik toen allemaal niet. Hè. Ik was toen aan het een beetje aan het piekeren en aan het denken van, oh ja, dat is eigenlijk wat ik wil, maar dat lukt niet, want er moet van alles. En het is veel te druk. En nogmaals, ook dat piekeren, symptomen dat je niet in die verbinding bent met je licht. En dat is het moment dat je op dat niveau van problemen zit. En dat je heel hard in rondjes kan gaan draaien om je problemen op te lossen. En dat het dan misschien een beetje werkt en ook heel vaak niet. En of tijdelijk, al die smurrie van Egoland. En echt pas toen ik thuis kwam. Ik weet niet helemaal meer hoe het vervolgens gebeurde, maar toen is er denk ik stapje voor stapje een soort van het kwartje net wat meer gevallen, net wat meer gevallen, net wat meer gevallen. Dat ik eerst een berichtje bij Hinke, mijn business manager, insprak en dat ik zei van, oh, ik wil eigenlijk gewoon lekker met sabbatical gaan. Maar iets in mij dacht ook, ja, maar dat kan niet of zo. Ik kan me niet meer helemaal terughalen wat er toen door me heen ging. Maar ik voelde eigenlijk de energie, maar mijn ego was ook aan het zeggen, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. Ik zag gewoon zo die optie niet, die mogelijkheid niet. Totdat ik dus in de loop van de dag steeds meer in verbinding met mijn licht kwam. Die doorwerking had van het energetische effect van de lichtchallenge. En opeens er zo'n brutale gedachte kwam die me een beetje doet denken aan die piraterijfase waar ik nu in zit. Die dacht, maar wat als ik gewoon een sabbatical neem? Wat als? En wat als die gewoon vandaag begint? En vanuit daar viel weer zoveel meer op zijn plek. Oh ja, dat was ook wat ik bij Hinke insprak. Ik dacht opeens, kwam er zo'n idee in me op dat ik dacht, wat als ik nou gewoon, ik was even dat hele sabbatical ding geloof ik alweer half kwijt of zo. Maar ik dacht, wat als ik nou
komend half jaar leef van gewoon mijn spaargeld. Ik heb een beetje spaargeld opzij gezet. Juist bewust omdat ik ben één keer richting burn-out gegaan in het opstarten van mijn bedrijf. En toen vond ik het zo heftig dat ik, toen had ik geen spaarpotje. Ik had geen reservegeld, omdat ik gewoon al het geld wat ik verdiende, had ik nodig om mijn huur en mijn eten te betalen en dergelijke. Dus ik kon gewoon niet burn-out gaan. Ik kon niet toen 1 maand of 2 maanden zeggen, ik ga er even tussenuit. Nee, ik moest werken om het volgende geld te verdienen. Dus, nou ja, vanuit daar heb ik wel opgeslagen dat ik wil mezelf die luxe gunnen dat ik of verzekerd ben of een spaarpotje heb om dat te kunnen. En dat ik vandaag opeens dacht, ja, maar ik heb die spaarpot toch ook aangelegd voor mezelf, zodat als ik het nodig heb, als ik die ruimte wil, dat ik, ja, burn-out kan gaan, klinkt misschien een beetje raar, maar ja, of een sabbatical kan nemen een keer. Dus waarom niet nu eigenlijk? En waar je de Loes van gisteren nog, als je dit idee had geopperd, in totale angst had zien schieten. Zo van, oh mijn god, maar dan raakt mijn spaargeld op en dat kan toch niet. Die spaargeld is de buffer voor als er geen geld meer binnenkomt in mijn bedrijf. Dus daar kan ik niet nu gewoon voor de luxe van gaan leven. Ja, die was daar dan echt, die had zich daar niet overvloedig bij gevoeld. En vandaag was dat opeens zo anders. Vandaag merkte ik opeens, hey, het idee van het komende half jaar van mijn spaargeld leven geeft echt zoveel lichtheid en ruimte op de een of andere manier. Wat een overvloed dat ik überhaupt deze mogelijkheid heb, dat ik deze keuze gewoon financieel kan maken. En op het moment dat ik van mijn spaargeld leef, neemt dat heel wat geld weg in hoeveel omzet er in het bedrijf nodig is. Dus daardoor, ja, daardoor ontstond opeens dat effect, waardoor ik dacht, oh, dan kan ik dus ook veel meer loslaten wat ik deze maand bijvoorbeeld verdien. En als ik loslaat wat ik deze maand verdien, dan hoef ik opeens niet meer te werken. Dan ga ik gewoon werken omdat ik het leuk vind. Dan ga ik deze challenge runnen gewoon omdat ik zin heb om deze challenge te runnen. Dan ik komt ondertussen het nieuwtje op schoot en heel nieuwsgierig snuffelen naar de opname. Ja, dan vergeet ik natuurlijk mijn zin weer als ik naar konijnen ga kijken. Dan ga ik het dus gewoon doen omdat ik het kies te doen. Omdat het gewoon het meest vreugdevolle is. En weet je wat ook raar is? De oude Loes, als in van 3 maanden geleden, voordat mijn hele piraterij van ik ga mijn bedrijf doen op mijn voorwaarden fase begon. Het zijn tegelijkertijd altijd grotere processen, dit soort dingen. Voordat dat begon had ik dan ook nog gedacht, ja, maar dat kan ik niet maken naar mijn publiek, weet je wel. Als ik beloofd heb zo'n challenge te geven, ja, dan moet ik hem ook geven tot het eind, zeg maar. En ergens voel ik die wel in de zin van, ik zou het best wel jammer vinden om mensen te zeggen, hey, we doen per vandaag opeens geen challenge meer. Dit was het. Loes gaat met sabbatical. Loes heeft er geen zin meer in. Maar ik voel ook dat dat kan of zo. Ik voel ook dat ik eigenlijk ook alleen deze challenge wil geven aan mensen als ik hem echt wil geven. En dat ik ook eigenlijk wel geloof dat wie wil er een challenge ontvangen die eigenlijk niet gegeven wil worden, weet je wel? En dat ik het natuurlijk in verhouding mag laten zijn. Ik bedoel, als ik mijn klanten iets beloof, dan geef ik dat ook. Als ik mijn woord geef, dan hou ik me daaraan. Maar ik kan tegelijkertijd voelen dat als ik een gratis challenge geef, dat ik dan ook opeens kan zeggen, oh, toch niet meer of zo. Ik voel die ruimte, die vrijheid, die mogelijkheid om dat te overwegen als dat echt het juiste zou zijn. En tegelijkertijd is dat wat ik echt voor geen moment heb overwogen in dit hele proces. Want ik vind het gewoon leuk om die challenge te runnen. En ik vind het eigenlijk juist nu extra leuk. Sabbatical voelt voor mij ook een beetje een fase van, het is niet echt vakantie of zo, maar het is een experimentele fase waar je met je werk bezig kan zijn, maar niks hoeft. En je kan allemaal gekke dingen gaan doen en uitproberen. Dat is zo waar ik behoefte aan heb in mijn bedrijf. En dat ik dacht, ja, vanuit daar, hoe fijn en hoe kloppend is het eigenlijk voor mij om na zoveel jaren, oh, het bedrijf is succesvol en nu moet het altijd geld blijven genereren om, weet je, op een gegeven moment wordt een bedrijf wordt een zelfstandig wezen. En dat betekent dat het, net zoals een mens,
eten nodig heeft elke dag om in leven te kunnen blijven. Mijn bedrijf is een beetje vanuit een soort amoebe, denk ik, of zo uitgegroeid tot een zoogdier. En dat betekent gewoon dat er meer nodig is. En dat ik dacht, ja, volgens mij gaat het zo dienend voor me zijn om voor het eerst in zoveel tijd weer echt zo'n challenge te kunnen doen. En dat het helemaal niet uitmaakt hoeveel mensen na zo'n challenge besluiten om wel of niet iets bij me te kopen deze maand. Dat, ja. En ik vind dat best nog wel kwetsbaar, merk ik, om te delen. Ik vind het nog steeds überhaupt kwetsbaar om over geld te delen. Ik heb ook daar best wel kwetsbaar berichtje over gedeeld bij mijn lichtacademie-studenten deze week. Omdat ik gewoon merk dat veel van mijn innerlijke groeithema's sinds het Innerlijk Lichtfestival gaan heel erg over geld. En ja, ik merk dat er dan echt wel zo'n angst in me zit. Dat ik word al best wel vaak voor geldwolf uitgemaakt in mijn haatmailtjes. Dat ik dan echt denk, ja, als ik er dan ook nog eens hardop over ga praten, dan zal iedereen wel wegrennen of zo. Of ja, ik wil gewoon ook niet de indruk wekken dat ik mijn bedrijf alleen maar doe over geld, voor geld. Dat het alleen maar om geld draait. Alleen tegelijkertijd, het is net als wanneer je, hoe armer je bent, hoe minder je huur en je eten kan betalen, hoe meer je bezig bent met geld. En nou wil ik ook niet zeggen dat ik arm was of zo, want het gaat om grote bedragen, waar ook grote bedragen binnenkomen in mijn bedrijf. Maar toch zat er zo'n schaarste gevoel omheen, omdat gewoon de marge de hele tijd te dicht op elkaar zat. En ook nog wat andere thema's waar ik nu niet dieper op in zal gaan, want dan zijn we nog 2 uur in deze aflevering. Maar ja, dus dat, ik merk gewoon dat een beetje dat nog net even niet helemaal gemakkelijk voor me is om over al die dingen te praten. En ik vind het denk ik ook een gek thema, omdat de mensen voor wie ik deze aflevering opneem zijn natuurlijk ook vaak de mensen die me in mijn inkomen voorzien. En dus voor jou is er ook een verbinding met dat geldstuk of zo. Dat voelt gewoon een beetje gek. Maar tegelijkertijd voel ik ook juist dat ik door al deze thema's en door deze ware dromen brengen zoveel cadeautjes, dat ik daardoor juist hier heel veel stappen in kan zetten. Dat is, oh, ik kan echt eeuwig hierover door blijven praten. Maar dat is ook het mooie van ware dromen, in de zin dat ik kan denken, oh, ik wil een sabbatical omdat ik meer vrijheid wil voelen of meer gewoon even van mijn leven wil genieten. En tegelijkertijd brengt het me nu ook weer zoveel andere groeiprocessen. Zoals doordat ik de sabbatical doe en besloten heb die per vandaag in te voeren. En daardoor heel anders nu in zo'n nieuwjaarslichtchallenge. En straks open ik de deuren van de Lichtacademie en het lichtleiderstraject. En dat ik dat nu zo vanuit zo'n andere energie, vanuit zo'n andere invalshoek inga. Ik heb het gevoel dat dat weer heel veel gaat helen, juist in mijn verbinding met geld en in hoe ik in mijn bedrijf ook met geld om wil gaan, hoe ik mijn producten wil aanbieden. Ja, ik voel gewoon dat dit weer zo op allerlei andere vlakken ook door gaat werken, in dat puzzelstukjes meer in zichzelf vallen. En dan krijg je weer dat het bedrijf meer in zichzelf valt, waardoor het weer meer waarde kan creëren in de wereld, waardoor weer meer andere mensen in hun licht kunnen leven, waardoor daar weer meer harmonie in hun leven ontstaat, waardoor dat weer andere mensen, nou ja, zie je hoe we de nieuwe wereld creëren? Dit is het. En dit is ook waarom de acties die jij neemt zo ongelooflijk veel effect hebben. Het is allemaal een rimpeleffect. Het is allemaal dat één steentje, wat misschien maar één steentje is, maar je creëert een golfbeweging overal om je heen. Met iedere persoon die met jou in verbinding staat. En met persoon bedoel ik dan in de breedste zin van het woord. Weet je, met het huis waar je in woont. Met de dieren die bij je wonen of de dieren die je opeet. Of met de vrienden en familie die met je te maken hebben. Of de vreemdeling in de supermarkt. Of de persoon bij wie het rapport dat jij nu schrijft terechtkomt straks. Of, weet je, we zijn allemaal zo ongelooflijk veel verbonden. En op het moment dat jij je ware dromen gaat leven, dan zend je met elke actie die je in die droom ervaart, zend je meer licht de wereld in.
Iemand vroeg me tijdens de lichtchallenge vandaag: Loes, gaan wij de nieuwe wereld nog meemaken? En er was geen ruimte om die in de challenge vandaag te beantwoorden, maar ik voelde wel, ja, wat een interessante vraag. Want soms heb ik ook me gevoeld alsof ik aan het wachten was totdat de liefdevolle nieuwe wereld er is, de mooiere wereld, de wereld waarin het oké is. Maar ik geloof dat de nieuwe wereld hier al is. En natuurlijk zien we die nog niet collectief om ons heen, want ze is pas net geboren aan het worden. Maar de geboorte is hier al. De eerste stukjes zijn al te ervaren. Het licht zit al in jou. En op elk moment dat je leeft vanuit dat licht, leef je in de nieuwe wereld. En ben je daarmee die nieuwe wereld ook verder hier op aarde aan het manifesteren? Het is er al. Dit is ook daar geldt wat precies voor je ware dromen ook geldt. Het is niet pas af. Je kan er niet pas van genieten op het moment dat het eindelijk af is. Als de hele wereld 100% nieuwe wereld is. Dat is niet het moment dat we pas kunnen juichen. Ook al laten we dat met één gigaknalfeest vieren tegen die tijd. En wie weet dat we nog leven. Of wie weet dat we in ons derde leven zitten vanaf hier gezien. Zien, weet ik het wat, maar we leven in het nu en waar het nu om gaat is, nou ja, dat laat ik aan jou waar het nu om gaat, maar wat er nu is, is jouw mogelijkheid om vanaf vandaag in elke minuut van je dag de nieuwe wereld te leven, hier in jouw wereld, die al in het licht kan zijn. Dat is waar het begint. En dat is ook waar we de meeste kracht en invloed hebben. Er is niks wat zo krachtig is dat jij kan doen als in deze seconde in je licht leven. En vanuit je licht kiezen wat je doet, hoe je leeft, ademen, dansen, lachen, werken, weet ik het wat. Dus dat is wat ik voor vandaag met je wilde delen in deze aflevering. Ik wil een kleine disclaimer geven dat ik roep dit nu allemaal heel enthousiast en ik voel ook dat dit een heel nieuwe, beetje kwetsbare droom is. In de zin van ze zit nog in haar kiempje. En ik wil gewoon ook de publieke declaratie doen dat ik nog even invoel of ik echt een sabbatical ga doen. En we zullen merken wat er mee gaat gebeuren. Maar vandaag voel ik echt, in dit moment voel ik echt, ja, dit gaat alle puzzelstukjes voor mijn komende half jaar, voor mijn 2023 in elkaar doen vallen. En ik heb er echt zo mega veel zin in. En daar wil ik ook nog een kleine toevoeging aan doen. Ook als ik met sabbatical ga, voelde ik in, ga ik wel het lichtleiderstraject runnen komend half jaar. Dus als je daar benieuwd naar bent, het is het kleine groep coaching traject voor mensen die hier zijn om met hun missie de nieuwe wereld te bouwen, bij te dragen aan een mooiere wereld. En ook die voel ik juist, ga ik nu vanuit die speelse energie insteken. Echt gewoon alleen maar doen met het lichtleiderstraject waar ik heel veel zin in heb om te doen. Ja, ik heb er gewoon zo ontzettend veel zin in. Dus dat wou ik even laten weten. Dat er allemaal gewoon aan gaat komen. In januari ben ik in die zin ook nog live op het Winterwonderkanaal. Waar je kan komen via www.meraloes.nl/wonder. Als je er nog niet bent. Daar blijf ik gewoon live en vanuit plezier in mijn sabbatical delen wat ik wil delen. Misschien niks, misschien elke dag alles. Nou, dat is wel erg veel, maar goed. En we zijn ook nog live met de gratis Nieuwjaarslicht Challenge, waar je ook in deze energie kan stappen waarin jij jouw ware dromen voor 2023 ook realiseert. En daar kan je je gratis voor inschrijven op www.meraloes.nl/licht. Ook al je vrienden welkom. De live sessies zijn op dit moment. En de opnames zijn nog terug te kijken tot en met aanstaande zondag. En is er verder nog iets wat ik wil delen? Nee, aan het eind van de lichtchallenge openen de deuren van mijn lichtacademie en het lichtleiderstraject. Dus tegen die tijd hoor je daar meer over. Als je benieuwd bent of dat iets is waar jij in wilt stappen dit komende half jaar. Heel veel liefs voor nu en ik zal proberen eraan te denken alle linkjes die ik net genoemd heb in de omschrijving te plaatsen.